Anne. Maar ik zie Anne niet meer. Handtekeningen. Anne? Ja. Ik wil je zo graag. Ik wil je zo graag zien. Niet te. Ga ik er na meteen even naar de wc. Fijn. Kom ik even. Gewichten die ik voordraag zijn voor jou, vandaar. Rumi. De vogel in mijn hand wil niet meer zingen. Ik adem troost in het fluitend riet. Mijn blik breekt het licht in zijn ogen. Ik zucht verzachting en fluit door mijn huid. Hoe kan ik troosten in een woestijn van verdriet? De vogel in mijn hand is gevlogen. Ik adem jouw lach in het buigend riet. Zonder liefde is dit alles niet. Oh, wow. Koan. Ik weet niet of mensen weten wat een koan is. Een koan is, wordt door een zenmeester opgegeven aan zijn leerlingen om de geest te breken, als het ware, dus het denken te stoppen. Koan. Deze adem blaast over lijf, leed en leven. Stof van jaren verwaaid. Vonkenregen knettert door mijn lijf. Maakt mij tot reiziger in een andere ruimte, tijd. Te zijn of niet te zijn. Geen antwoord op de vraag. Wat Anne mij leerde. Slapend hout. We lopen samen. Ik zie je opgetogen gezicht. Terwijl jij vertelt, ik luister, hoor ik je blije stem, zacht en helder. Doffe stappen op de bosgrond maakt stilte lucide. We staan stil. Ik kijk naar jou. Je luisterend hoofd een beetje scheef. De mond ligt open. Hoor je het? Jij wijst mij. Ik kijk en zie. Leven in het slapend hout. En het er fladdert dankzij jou. Therapie.